Hallo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe verhuisvideo. En vandaag is het een hele leuke verhuisvideo, want jullie gaan zien tot... Ja, we krijgen vrijdag de sleutel, dan is de sleuteloverdracht. En vrijdag komt deze video online, dus jullie zien tot de sleuteloverdracht wat er... What's happening. En daarna, dat betekent dat de volgende vlog, dat jullie het huis gaan zien, jongens. Dat is echt... bizar. We hebben dus echt donderdag te horen gekregen dat we officieel een hypotheek gaan krijgen. Nu hebben we een week om alles voor te bereiden. En dan gaan we erin. En dat leek me wel heel leuk om dat weer te delen met jullie. Dus vandaar dat ik hier in de badkamer sta me op te maken en jullie even bij te praten. Waar moet ik beginnen? Donderdag kreeg ik het te horen. Dus heb ik het naar een aantal mensen gestuurd. Maar ik was ook een hele hoop mensen vergeten. Sorry als jij een van die mensen was waar ik het niet naar gestuurd heb. Ik moet nieuwe lenzen in vandaag. We beginnen deze week ook met de clubkampioenschappen. Daar zit ik bij de tennis. Daar zit ik bij in de commissie. Dus het is sowieso een beetje een hectische tijd voor mij. Want iedere avond ben ik nu bij de tennisclub. Om dat in goede banen te leiden samen met de andere leden van de commissie. En de rest van de... Ja, overdag ben ik dus eigenlijk aan het streamen. Want anders stream ik niet. En... Ja, dan vrijdag krijgen we de sleutel. En dan vervolgens duurt de clubkampioenschappen... Die duren nog een week langer. Dus je kunt je voorstellen dat ik een beetje hele drukke tijd nu heb. Maar is niet erg, is helemaal leuk. Ik was bij donderdag gebleven. En donderdag ga ik, kregen we het nieuws dat we een hypotheek hebben. Maar dan wel minder dan we dachten. Zoals ik ook al zei in de vorige vlog. We moeten 15.000 eigen geld inleggen. Wat super jammer is. We hadden natuurlijk echt gehoopt dat we de volledige bedrag gefinancierd zouden krijgen. Dus we moeten nu 15.000 euro inleggen. En ja, dat is wel een beetje wat we ook... voor de verbouwing hadden gerekend, 15.000, 20.000 euro. Dus ja, je kunt je voorstellen dat er nu weinig geld overblijft voor de verbouwing. Niet dat het zo super erg is. Ja, er zijn veel ergere dingen. We hebben in ieder geval een hypotheek. Daar gaat het om. Maar we moeten een hoop zelf gaan doen nu, denk ik, met de verbouwing. Sommige dingen wilden we uitbesteden. En ja, dat zit er nu niet in. En vooral de keuken. Gaat voorlopig niet gefixt worden. Dus ja, al die tijd die we gestoken hebben in een nieuwe keuken uitzoeken is eigenlijk voor niets geweest. Want er komt geen nieuwe keuken. Zo, mijn lenzen zitten in. Ja, zo'n kutwerkje. De in doen, de uit. No problem, maar de in. Dus ja, geen keuken. Die zul je voorlopig ook... geen updates ontvangen, denk ik. Ja, je weet niet hoe het loopt, maar... we moeten ineens iemand 15.000 euro anoniem op mijn PayPal zetten. Dan, of niet anoniem, maakt niet uit. Dan, dan kan er wel een nieuwe keuken in. Nee, geintje. Dus, maar ondanks dat, dat niet gaat gebeuren, moet er een hoop gebeuren. Want we gaan een muur verplaatsen. Er moet gestuukt worden. Er moet echt een hele hoop. En ik heb ook een heel leuk idee voor de gamekamer. Die ik jullie ook waarschijnlijk in deze video wel ga vertellen. Want de gamekamer moet eigenlijk als eerste af. Aangezien ik daar werk uiteraard. Dus die moet echt af zijn voor 1 augustus. Dus daar zit de prioriteit een beetje bij de gamekamer uiteraard. is er nog meer wat ik wilde vertellen? Nou, ik hou het hier maar even bij. Ik ga nu een nieuwe vriendin van mij ontmoeten. Fieve. Mijn vriendin Stephanie is bevallen en een maandje geleden. En vandaag ga ik haar kleine meisje voor het eerst ontmoeten. Dus daar ben ik mezelf voor aan het klaarmaken. Maar ik hou jullie up to date over de verdere inpak dingen. Want dat zal vooral gebeuren deze week, denk ik. Een beetje al dingen die ik niet iedere dag gebruik, die ga ik lekker inpakken. Hoi. Zondag 5 juli vandaag. En ik heb... Nee, Nikki heeft voor zijn verjaardag VT wonen van mijn mama en papa gekregen. Dus die ga ik even lezen. En daarna ga ik wat tekenen voor het nieuwe huis. Dat doe ik dan allemaal met Harry Potter in mijn oren.
ook nog jouw lippen op zijn. Ik hoop het. Hoop jij dat ook? Nee, zo vanuit. Hè? Als ik slaan word. Als ik Hermelien word. Nee, dat niet. Dan ga ik opletten. Ja, maar een tovenaar bedoel je toch? Goedemorgen. Zo. Het is 9 juli 2020. En vandaag is de dag dat ik samen met Nikki best wel een hoop geld ga overmaken naar de notaris. Dit is om te zeggen de kostenkoper, de kostenhypotheekbemiddeling. Ja, wat zit er allemaal bij? Ja, ja, in ieder geval al die meuk die je zelf moet betalen, dat je niet een hypotheek voor krijgt, niet gefinancierd krijgt. En dat moet een dag voor van tevoren op de rekening staan, dus dat is vandaag. En het leek me wel lekker toepasselijk om dat in mijn badjas te doen, dus dat ga ik nu doen. Heel leuk. Nee, ja, eigenlijk helemaal niet leuk. Het doet een beetje pijn, want dan is mijn geld weg. En dat van Nikki. Dus oei oei oei. Dat was echt een hele hoop geld, maar het is weg. Het is nu echt weg. Het is echt weg. Jaren gespaard. Gone. Maar morgen krijgen we een huis voor terug. Als het goed is. Dus daar gaan we maar van uit.
Goedemorgen! Het is 10 juli en dat betekent dat het de dag van de sleuteloverdracht is en ook de dag van de dag van het tekenen van het samenlevingscontract en onze testamenten. Dat is ook, en daar wilde ik nog even iets over vertellen voordat ik voordat deze vlog geëdit gaat worden en helemaal online komt. De volgende vlog wordt leuk, want dan hebben we het huis. Ik ben nu zo zenuwachtig. Oh, niet normaal. Maar dat begon gisteren. Begon gisteren nadat ik het geld over had gemaakt naar de notaris. Toen dacht ik, wat is dit echt? Wat is dit volwassen? Oh my god, I cannot handle it. Dus, dat was verder helemaal goed. Het viel mee, het waren gezonde spanningen, vond ik. Ja, het waren gezonde spanningen. Naast het feit dat we moesten tennissen, waar ik ook altijd een klein beetje spanning voor heb. Die we overigens allemaal hebben gewonnen. Dus ik moet vanavond de kwartfinale spelen om 9:30. Maar goed, dat maakt helemaal niks uit. Er zat gewoon wat spanningen in mijn lichaam. En toen was ik aan het streamen en toen nam ik de telefoon op. Want ik werd gebeld door de notaris. En ik denk, oh, er is iets aan de hand met het geld. Dus ik nam op. Ging over het samenlevingscontract en ze wilden allemaal dingen weten wat ik echt niet wist. En ik kon dat ook niet beslissen voor Nikki, want ze wilden dus ook dingen over wat Nikki wilde ofzo voor in het samenlevingscontract. Dus ik durfde echt, ja, ik werd helemaal gek. En over het testament en wie er dan je erfgenaam was. En ik had dus 2 weken geleden dat gekregen, het samenlevingscontract en de testamenten. En toen had ik gebeld van, ik snap hier helemaal niets van. Dus ik weet niet wat er staat. Dus ik weet ook niet of ik het wil ondertekenen als het er zo staat. Zij zei, nee, er wordt allemaal haarfijn uitgelegd op de dag dat je het gaat ondertekenen. En als het dan nog niet klopt, dan kunnen we dat gewoon aanpassen. Dus ik was helemaal toen, 2 weken geleden, gerustgesteld. En nu moesten ze ineens wel allemaal dingen weten wat ik niet wist. En dat hebben ze me ook nooit gevraagd met Nikki erbij, weet je wel. Dat waren echt dingen dat ik denk, had dat gevraagd toen wij er waren. En daar ben ik echt niet tevreden over hoe dat is gegaan. Dus ik was gisteren helemaal gestrest. Ik me Nikki een beetje vinnig opbellen van ja, nou moet ik dit allemaal en weet ik allemaal niet. En ik zeg ja, ik kan er toch ook niks aan doen. Dus ik mijn moeder bellen. En mijn moeder zegt, meid, doe rustig. Morgen hoor je het aan. En als je het er niet mee eens bent, dan teken je het niet. Zolang jij het niet tekent, maakt het niks uit. En toen had ik weer een beetje rust terug. Maar op een gegeven moment had ik gisteren wel dat ik dacht, nou, ik moet misschien even laten weten. Ik had een hartslag van 100. Dat was best wel hoog. Ik denk, ik moet toch even tegen iemand zeggen dat het niet goed gaat. Dat had ik uiteindelijk niet gedaan en alles is goed gekomen. Uiteraard hebben we heel slecht geslapen, allebei. Nikki, ik in ieder geval. Volgens mij Nikki ook niet heel fantastisch. Nou, ik ben denk ik al ieder uur wakker geweest van spanning. Maar ja, dat hoort er denk ik een beetje bij. Wat ik nog wilde laten zien in deze vlog, want ik zou de gamekamer eventjes delen wat ik het idee had. We hadden namelijk een... de gamekamer komt naast de slaapkamer waarschijnlijk, omdat dat gewoon de grootste kamers zijn. En ik wil graag de wand ertussen dan isoleren met geluid. Dus ik wilde daar noppenfoam tegenaan, maar dat vind ik heel lelijk. En om eerlijk te zijn vind ik het ook wel heel lelijk. Ik ben dan heel gemakzuchtig en denk ik, nou ja, het is lekker goedkoop en die wand is dan zo klaar. Dus we hebben een beetje zitten zoeken wat we wel mooi vinden en dat we het geluidsdicht kunnen maken. En toen kwamen we hierop. Ik ga het even laten zien, ik hoop dat je het ziet. Dat zijn van die heksenkons van Vilt en dan in een beetje relief. En ik heb dus bedacht dat ik dat zelf ga maken. Ik heb het noppenfoam gisteren op stream besteld. Dus daaronder dat Vilt komt dan noppenfoam. Daar maak ik ook heksenkons van. Of vierkanten, daar ben ik nog niet helemaal over uit. En dan ga ik ook van dat Vilt bestellen. En dat is dan allemaal bij elkaar denk ik iets van €300 voor een wand. Maar dan is die wel geluidsdicht. En dat ga ik denk ik ook op stream zo zeggen maken. Dat we er echt een leuke stream van maken. Dat ik dat aan het maken ben in de klusserie. Maar ja, dat heb ik niet echt op stream. Maar ja, op een gegeven moment moet ik natuurlijk
ook gaan klussen en streamen. Dus dan wil ik het een beetje combineren. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn of gevolgd zijn op mijn Twitch kanaal. En je vindt dit een hele leuke serie met allemaal klusdingen. Nou ja, er is nog weinig geklust, maar nu komt het. Dan zou ik ook eventjes volgen op Twitch. Want daar kom nu in de aankomende 3 weken zal ik waarschijnlijk vaak mijn stream meenemen naar het nieuwe huis. Dus daar gaan we mee aan de slag. Ja, ik vind het helemaal leuk. Dat was eigenlijk het laatste wat ik wilde laten weten in deze vlog. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Geef het natuurlijk een duimpje omhoog als je dat vond. Laat iets leuks weten in de comments. En ik ga nu mezelf klaarmaken om naar de oplevering van het huis te gaan. En daarna naar de notaris. Nagini wil nog wat zeggen? Nee, ze wilde gewoon even langslopen. Tot de volgende week. Echt leuk. Ja, jullie. Nee, jullie zijn niet verder dan ik. Nu ben ik dadelijk. Na dit shot ga ik nieuwe dingen vloggen. En die zien jullie volgende week. Doei, bedankt voor het kijken.